Uh, Loek, voor het toernooi zei je: in principe kan iedereen winnen. Nou heb jij uiteindelijk toch gewoon gewonnen. Maar het uh, was niet, helemaal niet gek gezien van je. Wat, heb niet, was, wat was niet gek gezien dat iedereen het, het toernooi kon winnen? Ja, want dan leek het, een groot deel van het toernooi leek het daar wel op. Ja, maar dat, dat had ik meer aan, ook aan, aan mezelf te danken. Omdat ik natuurlijk uh, die. die uh... Tijd tegen Wouter Spoelman liet, uh, liet lopen. En daarna ook nog met Wit Remies speelde tegen Sipke Ernst. Ik denk, als ik uh, daar gewoon even een klein tussensprintje plaats... ...dan is het gewoon uh, douchen voor de rest. Oké, okay, nee, natuurlijk, uh, dat was dan zo geweest. Maar uh, ja, toch op de ene of andere manier lijkt het alsof je uh, meer moeite hebt... ...met zeg maar, uh, mensen van tussen plaats 5 en 15 op de Nederlandse ranglijst... ...dan pakweg 10, 15 jaar geleden. Uh, ja, die, die jongens zijn natuurlijk ook, ook beter geworden. Kijk, en zij, zij kunnen natuurlijk ook uh, heel goed op jou uh, voorbereiden. En ik ben natuurlijk op een andere manier met, nu met, met schaken bezig. Kijk, maar dat heeft ook zo voordelen. Want ik ben natuurlijk, ik leun nu wat meer op mijn uh, ervaring. Probeer me als een, als een sluwe vos te opereren. Alleen, uh, ja, die jonge jongens hebben gewoon wel natuurlijk ook al heel veel energie. Uh, Luc, toen jij vanochtend wakker werd, uh, hoe groot. Achter jij toen je kans om vandaag Nederlands kampioen te worden? Uh, nou, ik heb er niet zozeer uh, over nagedacht. Ik dacht wel als, als ik zou winnen uh, dat, ik, dat ik dan wel kampioen zou, zou gaan worden. Maar ten eerste, ik, ha ik had gewoon heerlijk geslapen. Uh, ik, uh, vaak had ik uh, dat mijn nachtrust gewoon uh, heel kort was omdat ik gewoon uh, geen slaap kon vatten. Dus, dus ik was er blijkbaar wel pal opnieuw al gerust op. Alleen, ja, uh, ik was wel een beetje bezorgd hoe mijn tijd tegen. tegen Dimitri zou gaan lopen. Want uh, ja, ik, ik moest natuurlijk wel, wel winnen. Maar je was bang dat uh, hij direct op Remise zou afkoersen? Nou, dat, dat is niet iets uh, typisch iets voor, voor Dimitri. Maar hij kan je wel een of ander vies variantje soms uh, voorschotelen. En dan, dan zie je soms gewoon uh, ja, in een hele vervelende stelling kom je dan terecht. En dan is het misschien moeilijk om op. Op winst te, te spelen. Maar an, kijk, de andere kant, ik wil ook niet meteen vanaf het begin gewoon uh, met een hele dubieuze opening drinken knallen. Want ik dacht van dan uh, ik wil dan ook een hem een beetje het spel laten maken. Ja. Goed, dat gebeurde niet. Uh, uiteindelijk won je vrij risicoloos, denk ik. Was je eventueel bereid geweest om grote risico's te nemen in de strijd om de eerste plaats, en dan desnoods misschien 4 of 5 te worden. Nou ja, je moet wel af en toe een realistische inschatting maken van wat je kansen zijn. Maar ik was wel bereid om de zaak wel behoorlijk te pushen. Zeker omdat Dimitri natuurlijk niet echt lekker in het toernooi zat. De kans van slagen leek me wel vrij groot. Maar gelukkig kwam het niet tot zover. Oké, okay, je bent nu voor het eerst in negen jaar, geloof ik, weer uh, Nederlands kampioen. Wat betekent dat voor jou? Uh, nou ja, het is, is, is uh, sowieso uh, uh, fijn om, om te weten uh, dat je gewoon nog met die jongens gewoon, gewoon eh, dat je nog behoorlijk de ronde kunt houden. Ik heb weliswaar natuurlijk van Benjamin Bok uh, verloren. En dat was het, maar ja, hij speelde natuurlijk wel een extreem goede partij. Maar, uh, maar het geeft wel uh, aan dat, van, dat mijn rol voorlopig nog niet is niet uitgespeeld. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor mij. Ja. Uh, oké, okay, je bent nu Nederlands kampioen. Uh, hoe belangrijk is het dat uh, Anis Giri en Jan Timman hier niet waren? En hoe belangrijk is het voor jou dat ze volgend jaar wel meedoen? Uh, nou ja, oké. Okay. Uh, voor dit jaar doe ik net alsof Anis gewoon alsof het niks uit had gemaakt of Anis had meegedaan of niet. Ik bedoel, uh, nu, uh, nu Anis niet heeft, heeft meegedaan, kan ik gewoon. Uh, dan gebruik ik gewoon wat, wat bragging rights, als, uh, dat ik gewoon, gewoon weer de beste ben. En doe ik net alsof uh, als of, um, 100 retenpunten verschil niet daartoe uh, doet. Uh, volgend jaar uh, ben, hoop ik wel gewoon voor de challenge en dat Aanis gewoon weer meedoet. Hè, want dat zou natuurlijk wel uh, de titel, en nu heb ik de titel weer. En nu wil ik graag de titel met, met, met extra cachet. En dat is natuurlijk als, als Anis en, en Jan Hendrik meedoen, zou dat natuurlijk heel mooi zijn. Oké, okay, Luc, dankjewel.